Ik heb nog maar twee blokjes nodig, jongens. Oh, we beginnen twibbelen. Dat ze beter Oesje en Douchie kunnen. Hallo. Goedemorgen, Nathalie van Nathalie en Zo. Geen postcode kan je, kom ik brengen, helaas. Ja. Hallo. Ik heb weer een microfoon. Hallo Sjoerd, goeiemorgen. Ja, en vandaag zijn wij wakker geworden. Om 2 uur. Echt waar. Maar goed, ik lachte ook echt heel laat. Ik moet eigenlijk zeggen heel vroeg in. Dus in principe heb ik niet zo heel erg veel uren geslapen dan. Maar het is nu echt afgelopen en ik wil nu echt gewoon op tijd naar bed. Dit is niet meer grappig, want ik ben echt ontzettend onregeld nu. Hè? Ja, nou, waar zullen we eens mee beginnen vandaag? Oh, we beginnen met buikjes aaien. Ja. Ah, buikje aaien. En heel hard spinnen. Oh, stroom. Ik kreeg stroom van jou. Krijg je ook een schok? Krijg je ook een schok? Ja. Ah oh ja, je bent ook lief. Oh, ik ga brood maken en zo. Ik ga echt zorgen dat alle zooi wat ik heb opgeruimd wordt. De was die moet aan, de bed moet verschoond. Bovenverdieping moet nog helemaal schoon. Straks even lekker douchen. Even weer lekker mijn haar wassen. En eerst eens even eten. Even energie opdoen. Even de vaat. En ik ben zo blij beneden, want het is zo netjes. Nog steeds. Nou. Sjoerd maakt het bed even van me op. Die doet de vaste kussen schudden. Ja. Nou, bedankt. Top. Verstaan. Denk iedere keer, wat zit daar nou toch? Ik denk dat er een kat op de kast zit erboven. Ik weet niet of je het kunt zien zo. Daar. Het is helemaal geen kat. Weet je wat het is? Kijk. Het is een kruik. Kijk, daar kun je een kruik in doen. Kun je toch een kruik in? Oh ja, hier in zijn kont. Ja, maar die is een keer een beetje omgevallen of zo. Dus dan hangt hij daar overheen. Zie je de kistje hierheen lopen en denk ik dat... Kijk, de kerstspullen staan er nog. Ik moet het allemaal nog opruimen hier. Spulletjes, spul, hier nog kerstspul. Hey, Tobiasje niet. Tobias niet gezien. Niet dus. Hallo, vissen. Oh, ik hoor wat op de trap. Ja, kijk. Daar komt hij aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Mauw. Even naar Cleo en Polly. Good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Dat ze beter Oesje en Douchie kunnen. Hallo. Ja. Ben je honger, hè? Ja. Nou, eens even kijken of ik wat voor jullie heb. Ja. Niet steeds je zus onderduwen.
dit zijn zuskopjonden. Rare dieren. Oester kan ze ook wel drinken, denk ik. Ze altijd doen met die flesje, ik weet het niet meer. Weer eentje die aan de zuignap heeft zitten knagen. Hangt weer. Deze plakt gelukkig nog. Zo, ik ben klaar. Gordijn open. Ik heb hier een spel. Crazy Tower. Wat zit daarin? Een dobbelsteen. Een half rondje. Nog een paar andere blokjes. Nou is de bedoeling dat je alle blokjes gaat gebruiken die je gooit. Dus je gooit met de dobbelsteen een kleur. In dit geval rood. Dan moet ik dus beginnen met één van de rode blokjes. Ik denk dat dit oranje is trouwens, of niet? Ja. Kan dat? Ja. Oké. Okay. Als ik dan rood gooi, dan moet ik dus beginnen met het rode blokje. Heb ik, dat mag ik wel goed kijken. Want blauw en groen lijkt een beetje op elkaar. Heb ik dan in dit geval blauw, dan moet ik het blauwe blokje. En dan moet je dus proberen of je een toren kunt bouwen. Oké. Ik speel dit samen met Stan. Wie begint er? Jij of ik? Begin helemaal. Oké. Geel. Doen we dat dan om en om of moet het één persoon een toren proberen te bouwen? Dan gaan we gewoon een toren bouwen. Dus, groen. Oranje. Oh, jongens, niet de dobbelstenen tegenaan gooien. Yeah. Ik heb wit. Oké. Okay. Ik moet even met rechts, want... Easy going. Oké. Okay. Ik heb nog maar twee blokjes nodig, jongens. Oh, we hebben geen twibbelen. Niet echt de afstoter. Oeh, niet met de dobbelsteen. Groen. Blauw. Uh-oh. Ja, dat is dan niet eerlijk. Nou heb ik gewoon... Dan moet ik zo'n groot blok op die kleintjes zetten. Dan weet je toch dat het om gaat vallen? Nou. Ah, ik ben steady, jongens. Oké. Okay. Nou, nog even rood gooien. De tafel wiebelt. Rood. Ja, ik heb rood. Oké. Okay. Nou, daar gaat hij. Gaat mij dit lukken? Niet tegen de tafel stoten. Ik had het nooit blijven staan, joh. Wacht even hoor. Dan kan hij eens blijven staan. Nou, als ik nu... Maar als ik hem zo zet... Ja. Nou, oké, okay, we gaan de moeilijkheidsgraad verhogen. We doen hem anders op. Het is nou net een tiet. Oké, nou wil ik dat proberen. I wanna try. Maar niet tegen tafel stoten, hè? Niet met je stoel tegen tafel. Oh. Ja. Oh. Oranje. Ja, tuurlijk. Dat gaat toch niet? Als je er al een grote op moet zetten, dan wil het dan niet meer. Oké. Tiet!
groen. Wit. Geel. Niet tegen tafel stoten, dat is flauw. Niet doen. Weg met je vinger. Find the balance, please. Oké, nou, vond het knap? Ik ga het toch een keer zo proberen. Dan stop ik hem weer, maar dan ga ik helemaal boven. Jee, meteen dit kutblok. Gewoon goed in het midden. Is dat goed in het midden? Ja. Heb jij groene? Nou, als je die groene er nu netjes in het midden oplegt. Oh, dat oranje mag ik niet. Kom maar. Oh ja, yeah. Hij trof hier. Ja, misschien is ik hem zo. Two years later. Ja, blauw. Ja, dat. Oké, nou. Ik wil nog wel een keer. Nog one more time. Wit. Ja, om het even makkelijk te maken, moet ik meteen een klein blokje. Nog een keer wit hebben we niet. Geel. Dan krijg ik toch zo meteen dat ik dus die grote blokjes op die kleintjes moet doen. Dit is natuurlijk al kansloos. Rood. Maar we geven niet op. Zo is het leven ook. Don't give up. Geel. Hebben we al. Oranje. Nee. Nou, oké. Leuk spel. Dat wordt in het zakje. Je wil lekker visje, hè? Ja. Ja, wil je die wel? Ja? Nu, meteen? Alsjeblieft. Jij dan, wil jij ook? Oeh, yummy, yummy. Ik heb een folieprobleem. Ik heb namelijk een stukje folie nodig voor het blikje. En dan heb ik echt al. Ik weet niet of, je het, of dat herkenbaar is. Nou weet ik daar ook, dat daar ook oplossingen voor zijn. Want ik doe dat ook helemaal verkeerd. Wisten jullie namelijk. Dat is een heel leuk weetje. Kijk, dit is namelijk het probleem wat je altijd krijgt met folie. Als je een stukje af hebt gehaald. Dan weet je niet meer waar het begin is. En alles plakt aan elkaar vast. Nou is het namelijk zo dat een rol folie. Ik ga het even laten zien met het aluminiumfolie. Deze rolfolie heeft hier aan de zijkant namelijk gaten, of tenminste een doordrukstrip. Daar druk je in. Dan gaat daar zo'n kartonnetje naar binnen. Aan deze kant ook. Dan kan die rol er niet afrollen. Dan zit hij gewoon vast. En dan kun je je stuk folie eraf scheuren. En dat had ik dus bij deze ook. Maar ik heb die rol gewoon weer uit de verpakking gehaald. En ben daar stukjes af gaan trekken. Ja, dan krijg je dus dat je geen folie meer kan pakken.
Ja. Gezellig, hè? Oh, wat gezellig. Ja. Ik vind het leuk. Ja, ik kan nu nog naar buiten. Mooie lampjes aan in de ren. Hé? Ja. Oei, oei. Zou je dat nou wel doen? Dat was het geluid van de prullenbak bij de buren. Ben je mooi? Ja? Nou, fijn. Fijn dat je hem mooi vindt. Ik vind het ook mooi. Ik ben nog eventjes mijn video's aan het bewerken. Ik doe dat nu nog even in YouTube, want ik moet een nieuw videobewerkingsprogramma wat ik heb. Dat is deze. Deze heb ik nu echt top. Ik moet nog wennen aan hoe dat werkt. En het is nu al laat vandaag. Dus als ik dat nog allemaal uit moet gaan zoeken, zo, dan ben ik gewoon te laat met mijn video's. Dus ik moet dat eventjes een keer op mijn gemak doen. Pak ik gewoon even een filmpje van het aquarium of wat anders. En dan kijk ik even of ik dat leuk in elkaar kan zetten. Ja, zo moet ik dat wennen. Dat heb ik met YouTube ook moeten doen. Wat hij dus hier vaak doet, er is een probleem opgetreden. Er is een probleem opgetreden. Er is iemand ergens op gereageerd. Nou, raakt hij in de war of zo. Nou, het is nu bijna 6 uur 's avond. Dan is dat om 7 uur klaar. Dan moet ik hem helemaal plakken. Dan moet hij nog een keer laden. Nou, dan hoop ik dat hij voor 8 uur online komt. Maar als ik blijf kletsen, dan gebeurt er niks. Dus ik ga eventjes verder. Dit is echt lang geleden. Het regent gewoon. Ja, ja. Nou, er wordt alles weer mooi schoongespoeld. Hey, that's me. Hi. Ja, en dan liggen we weer in bed. Lekker slapen. Morgen gezond weer op. Dat hopen we tenminste altijd maar weer. Nee, gezond. Ik heb nou wel een beetje last van mijn nek. Want ik denk dat dat komt van al het computer vandaag. Ik heb vandaag echt ontzettend veel achter de computer gezeten om van alles te editen. En om even uit te vissen hoe dat verwerkingsprogramma precies werkt. Best ingewikkeld. Nu is het tijd om uit te rusten. En dan hoop ik dat ik morgen met een mindere zere nek wakker word dan dat ik nu heb. Want het is niet echt prettig. Oeh. Zo, die kwam van ver. Ik ga mijn oogjes dicht doen. Zonder bril op dan. Ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Even een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker allemaal. Doeg!